Wat ben je vrolijk? Waarom zou ik niet vrolijk zijn? Gelijk heb je. Tot vanavond. Je hebt alleen maar een paar feiten nodig en daar bouw je dan een gerucht omheen. Effectief is het zeker. Het is een natuurwet. En vanaf dat moment gaat alles volgens een vast patroon, als vanzelf lastige vragen, ontkenningen, halve waarheden, rookgordijnen, en dat brengt lastige vragen met zich mee. He? Onthullingen, opschudding. Morgen, heren. De koers gezien. Alweer 20 punten gezakt. Wat moet ik nou? Iedere dag wat bijkopen. Je kunt niet blijven kopen. Ze dalen steeds verder. Hij staat bijna op het laagste punt. Neem dat maar van mij aan. Over 2 jaar is hij 3 keer zoveel waard. Als we olie vinden. Atje barst van de olie. En de regering gaat ingrijpen. Oorlog in Atje? Inderdaad. Kort, maar hevig. En dan zijn onze belangen veilig. Imi apa? Itu buat Eva. Saya mau panggil Sadina. Nah, Salim. Bagaimana? Baik atau buruk? Astagfirullah. Apa yang tertulis di situ? Kurang baik. Tidak baik. Tidak baik. Kon ik dat dan weten? Jij bent toch de grote Adjé-kenner? Nee. Wij moeten de risico's op een rijtje zetten. Ja, die kennen we. Het oerwoud, rebellen, slangen. Dragers die eigenlijk niet willen. Gids die de weg kwijt is. Zelfs de kaarten deugen niet. Wil jij dan terug? Dat zou niet eens zo onverstandig zijn. Oh, hij wil naar zijn vrouwtje. Naar dat bruine vrouwtje van hem. Ophouden! Allebei. Allebei. Met permissie, luid. Ik zou je op rapport moeten sturen, sergeant. Luid. Het is een militaire expeditie en je hebt je dienovereenkomsten te gedragen. Het spijt me, luid. Bij me. Zeg, sergeant, ga in de houding staan. Is dit keer te ver gegaan? Je had niet over je njai mogen beginnen. Maar... als jij je nog eens zo laat gaan waar de mannen bij zijn, dan stuur ik je ogenblikkelijk terug, in je eentje. Begrijp je dat? Ja, luid. Fijn. Je hebt verplichtingen tegenover mij. En deze expeditie. En je mannen. Ga nu maar maffen. Meneer Marais, we moeten op kompas verder. Die gids is niet te vertrouwen. Ja, is heel avontuurlijk, maar er zit niks anders op. We kunnen ook terug. We hebben mijn olie nog niet gevonden. Laten we dan hopen dat dat snel gebeurt, voordat deze hele onderneming te gevaarlijk wordt. Ga zitten, zeg. Wat was dat voor kabaal? Twee sergeants die ruzie hadden. Geen beste zaken.
Die arme Bijma die komt nooit hoger op omdat hij een inlandse vrouw heeft, is het niet? Het is een vrouw niet. Het is een jij. Dus dat hij niet met haar getrouwd is, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat het een inlands is, dat wordt niet geaccepteerd. Misschien. U vindt het verkeerd. Ik ben een gelovig christen. Bijma ook. Hij had niet moeten gaan hokken. Niet met een blanke, niet met een inlandse vrouw. Een principieel man. Tegenop. Don Hana Yakin Gitanya Perale Tapabit Sabo Sabo Hai Tuntranyo Chiprang Droji Pa Urang Yang Katro Badanaunya Sampo Hana Patolangan Uring Patunyuk Jalan Mungkin Gitanyo Paya Pabantu Urang Yan Kolom Gitanyo Hanjit Tapabit Sapa Ja, u had nu beter even voor de kok kunnen zitten. Ach. Beviel het daar zo slecht? Nee. Maar het leek ons beter om te verhuizen. Naar Lenkuitju. De mensen daar waren niet zo aardig. Neem me niet kwalijk. Ik heb er geen spijt van. Terima kasih. Terima kasih. Ik hoop dat Dirk gauw terugkomt. Ik verwacht ze over een week. Bent u gelovig? Ja. Dit heb ik van Marie gekregen. Ah. Guna guna. De mensen denken dat ze zich met zulke dingen kunnen beschermen. Was dat maar waar? Helpt het dan niet? Zelfs God kan ons niet vrijwaren van de dood. Geloof je? Dit is niet te doen. We zitten hier. Kan niet anders. Als we die richting uitgaan, komen we bij het meer. Ik blijf liever bij het meer uit de buurt. Er zit daar vast een kamp van de rebellen. Inlichtingen verzamelen is iets anders dan moeilijkheden maken ze niet. We gaan naar het oosten, naar de rivier. Op het kompas. We zitten goed, meneer Vierkes. We moeten die kant op. We gaan naar het oosten, meneer Moret. Nee, de olie zit daar. Ik voel het. Ik ruik het. We hebben een paar gewonden. Eigenlijk zouden we terug moeten. U geeft deze expeditie op? Nee, ik leid deze expeditie. Dit is mijn expeditie. U begeleidt me alleen maar. Wat verbeeldt u zich wel? Sneed, dank je wel. Laat ons even alleen, wil je? Als wij geen olie vinden, dan zal ik moeten melden dat u weigerde mee te werken. Geen dreigementen, meneer Moret. Ik laat me niet zo gemakkelijk intimideren. Waarom denkt u dat er olie zit?
Dan liggen deze twee gesteenten. Basalt en kalksteen. Hier lopen wij nu al dagen op. En kalksteen is poreus, houdt olie vast. De combinatie van die twee sedimenten, daar gaat het om. Awan yang tunggu di situ, orang yang membajak putih. Mungkin orang yang kegutamuk minyak. Malah yang lebih penting untuk tepitunya ke awan yang danau yang. Kita tanya, payah terbantu awan yang. Untuk jatuh minyak yang.